Wat leuk dat jullie weer kijken. Zo, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag een keuken verven. Knutselen kan je het ook noemen. Ik heb hier een voorbeeld voor jullie gemaakt en die ga ik jullie even laten zien. Kijk eens. Dit gaan we maken vandaag. Zijn jullie er klaar voor? Ik zal jullie eerst even laten zien wat wij nodig hebben voor dit knutselwerkje. We hebben een wit papiertje nodig. We hebben een stukje oranje papier nodig. Ik heb al twee voetjes eruit geknipt. En een snaveltje heb ik ook al geknipt. We hebben oogjes nodig. Als je thuis geen oogjes hebt, dan kunnen we ook met een zwarte stift oogjes tekenen voor het kuikentje. Je hebt lijm nodig. Een schaar, potlood, wat gele verf en een vork om mee te verven. Zo, als eerst beginnen we met de verf en de vork. Je pakt je vork, dit doe je in het verf. Zo. Vervolgens gaan we in het midden van het papiertje gaan we verven met ons vork. Ga je zo heen en weer gaan. Heb je nog meer verf? Andere kant. Hiermee zijn we klaar. Dan kunnen we alvast de voetjes en de snavel erop plakken. Je pakt je lijm en de voetjes. We doen een klein beetje lijm aan de bovenkant. Zo. Dan gaan we die aan de onderkant erop plakken. Zo. Dat doen we ook met het andere voetje. Weer een beetje lijm. En die plakken we ernaast op. Dan hebben we alvast de twee voetjes erop. Nu de snavel. Daar doen we ook aan de ene kant wat lijm op. Maar het lijm wil niet meewerken. Zo. En die plakken we dan in het midden op. Zo, dan heeft de kuiken ook alvast een snaveltje. Nu nog de oogjes. Als jullie thuis niet van die oogjes hebben, dan laat je het verf even drogen. En als het is gedroogd, dan kan je met een zwarte stift zelf oogjes erop tekenen. Dat kan ook nog. Doen we op de oogjes ook wat lijm op. Zo. Daar een oogje. En aan de andere kant een oogje. En dan zijn we klaar. Zal ik laten zien hoe het eruit ziet? Kijk. Zo wordt het dan. Lieve jongens en meisjes, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!